Deze keer in het Megaman maandoverzicht. Spuitmachinefabrikant Dubex gaat door. Samas investeert in nieuwe fabriek. En CSP bouwt zelfrijdende pelletpers. Dubex, de spuitmachinefabrikant uit Stadskanaal, gaat door. Het bedrijf vroeg in februari faillissement aan vanwege tegenvallende verkopen, maar Dubex blijft nu in afgeslankte vorm veldspuiten produceren. Dat houdt in dat er van de 32 werknemers nog 15 overblijven. De 15 werknemers zullen taken combineren. Omdat de productie enigszins op peil moet blijven, zal Dubex meer werk uitbesteden. Het bedrijf krijgt overigens hulp bij de doorstart. Een van de relaties investeert in de spuitmachinebouwer. Welke relatie dat is, wil directeur Nico Middelboer niet zeggen. Alexa start mowing. Met die woorden kun je vanaf september 2018 de automowers van Husqvarna bedienen. De machinefabrikant koppelt haar maaierobots namelijk aan de spraakassistent Alexa van Amazon. Zo kun je de robots onder meer starten en stoppen met je stem. De Alexa van Amazon lijkt op een Bluetooth speaker. Gekoppelde apparaten in huis, zoals de verlichting, de thermostaat of de garagedeur, kun je zo bedienen met je stem. Husqvarna koppelt Alexa nu dus ook aan haar automowers. Zo kun je met de stem de maaier opdracht geven om terug te rijden naar het laadstation en vragen naar een statusupdate. Alexa vertelt dan hoeveel meter de robot gemaaid heeft en of hij onderweg obstakels tegenkwam. De Poolse landbouwmachinebouwer Samas heeft een nieuwe fabriek in gebruik genomen. De hallen staan op een 26 hectare groot terrein in Zawidów, in het noordoosten van Polen. De totale investering bedroeg 21 miljoen euro. In de nieuwe fabriek zal Samas onder meer maaiers, schudders, harken, veegmachines en sneeuwploegen bouwen. Tegelijkertijd introduceert Samas nieuwe productietechnieken. Zo installeerde het bedrijf een volledig geautomatiseerde lakstraat met een dompellakinstallatie en een automatische poedercoatingcabine. Er werken momenteel 700 werknemers bij het bedrijf. Zometeen beelden van een zelfrijdende pelletpers. Deere & Company neemt het familiebedrijf King Agro over. Sinds 2015 produceert de Argentijnse fabrikant alle koolstofvezelspuitbomen voor John Deere. Niet alleen in Argentinië, maar ook in Spanje. Bij King Agro werken ongeveer 180 werknemers en het bedrijf behoudt zijn naam. In januari 2018 werden in Nederland 113 trekkers verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 155. Dat het verkoop tegenvalt is niet verrassend, want in december 2017 werd het verkooptotaal nog even flink opgestuwd. Dus is er in januari minder te besteden. Landbouwmechanisatiebedrijf Vermeulen uit het Zeeuwse Oostburg heeft met Riseotechniek uit Schoondijken een werktuigbesturing ontwikkeld voor trekkers van het CNH-concern, Track Control IC. Het werkt met de Isobus-terminals die affabriek in de KZH, Nieuw-Holland en Steyr-trekkers zijn te vinden. En dan nog dit. De Duitse machinebouwer CSP heeft een Klaas Jaguar omgebouwd tot pelletpers. Met deze machine kun je zowel op het veld als stationair op het erf van verschillende gewassen energiepellets maken. Een getrokken pelletpers vond CSP niet compact genoeg. Aan de voorkant van de Metitron 560, zoals de machine heet, is een Klaas pick-up gemonteerd. Die raapt het gewas op, waarna het wordt fijn gesneden door een hakseltrommel. Daarna gaat het materiaal naar de pers, waar de pelletkorrels worden gevormd. De grootte van de pellets is instelbaar tussen 6 en 12 mm. Via een transportband komen ze uiteindelijk in een keeper naast de Metitron terecht. Het voertuig is ook voorzien van een kleine bunker. Naast stro kan de Metitron ook hooi, miscanthus, luzerne en kaf omzetten tot pellets. Volgens de fabrikant perst de machine maximaal 6 ton pellets per uur. Tot zover de maand van Megaman. Meer nieuws vindt u op megaman.nl en in de vakbladen Landbouwmechanisatie, Veehouderijtechniek en Tuin- en Parktechniek.